17e hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 2, door Adriaan Loosjes Pieterszoon. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 17e hoofdstuk. Nadat schoon langzaam de krachten van Blommesteyn genoegzaam waren teruggekeerd en hij van tijd tot tijd onder anderen veel bezoeken had ontvangen van de eerwaardige leraar A, gevoelde hij zich in staat om weder op straat te komen. Reikhalzende om spoedig aan zijn gewone bezigheden en op het kantoor te zijn. Daarenboven nam de verzwakking zijner moeder zodanig toe dat hij ten uiterste begeerig was om haar te zien en te spreken, die hem, staande zijne ziekte, zo getrouw had bijgestaan en welke hij, als hem steeds met zekere voorkeur bemind hebbende, ja misschien ook door de heimelijke band, welke bij allen niet geheel bedorven en vooral tussen het kind en de moeder levenslang bestaan blijft, zo hartelijk lief had. Na met zijn dokter geraadpleegd te hebben, werd nu de eerstkomende zondag tot de dag van zijn kerkgang bepaald. Te meer, daar juist ook dominee A. het woord voeren zou, voor welke hij een onbepaalde hoogachting had opgevat, en die hij, zo drukte hij zich tegen Willem en Henriette uit, nu dus ook de eer wilde aandoen om daarvan door zijn kerkgang een openlijke blijk te geven. Daar de volgende zondag wel de wijkdominee preekte, maar die had hem maar 2 malen terloops bezocht en het verschilde hem weinig hoe die daarover dacht. Ja, deze mocht deszelfs ongenoegen daarover wel gevoelen. Toen hij zich dus had uitgelaten en vertrokken was om zich met behulp van Penny aan te kleden, konden Henriette en Willem niet nalaten, die elkander reeds staande bij dit op een vrij forse trant uitdrukte, hadden toegeknikt, bijna op hetzelfde ogenblik elkander toe te voegen, dat nu papa Blommesteyn geheel hersteld was, want dat zijne oude manier van denken, spreken en handelen zich in deze trek weder geheel openbaarde. Blommesteyn liet zich door Penny helpen om zich de klederen te laten aantrekken, welke alle vrij ruim geworden waren. Op raad van zijn dokter had hij zich dus lang geheel onthouden van zich in de spiegel te bekijken, daar deze dikwerf, wanneer zulks wat vroeg en onverhoeds geschiedde, ondervonden had hoe de lijders uit de kinderziekte herstellende daardoor ene, op zijn best genomen, nodeloze schrik ondervonden. Toen nu Penny zijn meester deszelfs beste anongepruik gekocht bij gelegenheid dat hij heemraad geworden was, had opgezet, gevoelde Blommesteyn hoe deze hem ongemakkelijker en nauwer geworden was en schreef dit daaraan toe dat zij, staande zijne ziekte, gekrompen was of dat Penny de slag niet had om dat hem zo dierbaar hoofddeksel op te zetten, waarin hij zich herinnerde er zo voortreffelijk te hebben uitgezien dat hem Jetje zelfs geraden had om er zich mede te laten uitschilderen. Meer dan half toornig beval hij aan Penny dat hij hem een spiegel brengen zou en dat hij dan zelf die paruik op zou zetten, hetgeen die zwarte domoor toch onmogelijk was. Schoon het verstand van de neger zeer klaar de oorzaak begreep waardoor het onmogelijk was geworden om die paruik naar behoren op zijn meesters hoofd te zetten, ondernam hij niet om aan Blommesteyn dezelfde te openbaren, daar hij te dikwerf de onaangename gevolgen ondervonden en gevoeld had wanneer zijn eenvoudigheid en waarheidsliefde zich rondborstig hadden geuit en als dan zaken gezegd die zijne blanke meester te onaangenaam in de oren klonken om die niet ten minste door 1 of meer rottingslagen aan zijne zwarte dienaar betaald te zetten. Schoon toch Blommesteyn hem eigenlijk nooit mishandelde als hij bedaard van geest was, moest Penny dikwerf de uitspattingen van deszelfs gramschap of ontevredenheid jegens anderen ondervinden, ja zou reeds daarop hem verlaten hebben indien hem de jonge bilaarts niet met weldaden overstroomd had, altijd gedachtig dat hij het levensbehoud aan hem naast God te danken had. Ja, Penny hoopte dat deze, als hij eens tot stand kwam, hem in zijn dienst zou opnemen, hetwelk het hoogst schoon zeer beperkt uitzicht op geluk van de arme goede neger was. Doch hoe het daarmede ware, Penny voldeed aan de last van zijn meester en haalde een spiegel.
maar toen Blommesteyn zijne beeldtenis in dezelve zag, zijn nog dik gezwollen, geheel rood en gevlekt misvormd aangezigt, riep hij uit: O hemel, ben ik dat, ben ik dat? Neem weg, Penny, neem weg de spiegel. Helaas, ik heb genoeg gezien. Nu verging hem de lust om nadere schikkingen omtrent zijn hoofdtooisel te maken, en hij nam ernstig in overweging om zich nog in huis te houden, daar hij zich schaamde om zo voor het licht te komen. Ja, meende dat de mensen voor hem zouden schrikken. Dewijl hij nu de kerkgang toch voorgenomen had, besloot hij echter om die reden daar niet weder af te stappen. Maar zich ook herinnerende dat dokter Bergveld hem geraden had zich, zo hij zich niet te lang met een veelkleurig aangezicht wilde vertonen, niet vroeg aan de lucht zich bloot te stellen, besloot hij om met eene koets zich naar de kerk te laten brengen, waarin hem Henriette en Willem op zijn dringend aanzoek vergezelden. Toen nu Blommesteyn geheel opgetooid de deur uitging en de koets was ingestapt, zeide eene negerin tegen de andere, het hoofd schuddende: Onze heer Blommesteyn, geen mooi heer meer. En de blanke meid voegde erbij: Hij is bijna zo lelijk als Penny of als jullie. Dit veroorzaakte, terwijl Blommesteyn naar de kerk reed, aan zijn huis een toneel van verschrikkelijk ongenoegen, dat, zo Penny van geen vrij zachte aard geweest was, in een openbare huiselijke oorlog zou zijn uitgebarsten, die toch op geen minder gronden zou gesteund hebben dan de meeste oorlogen van de groten en machtigen der aarde. En daarvan alleen in uitgebreidheid van nadelige gevolgen verschild zou hebben. Ook had de blanke kampermeid, die hare blanke mededienstbode uit Gelderland als hulptroep had opgeroepen, welke beide zeer verre waren van tot modellen van schoonheid te kunnen dienen, groot ongelijk met de beide zwartinnen voor lelijk uit te schelden, daar zij behalve de zwarte tint van hare huid, platheid der neuzen en de dikheid harer lippen, die geen aangename, althans een ongewone indruk bij de blanken veroorzaken, waarlijk schoonheden waren, die bij eene grote zachtheid van vel op de welgevormdheid en vlugheid hare ledematen nooit door hatelijke keurslijven bedorven of door de belachelijke hoepelrokken van die tijd wanstaltig gemaakt roemen mochten. Terwijl de ivoorwitheid hare tanden eene grote mate van gezondheid en frisheid kentekende en eindelijk ook de fraaie grote bruine ogen in het zuiverste wit rondrollende bij elke blik sprankels van een vuurschoten, dat het gevoel van hare jeugdige harten verraadde, die in hare door geene banden van ijzer of walvisbaleinen platgedrukte boezems klopte. In de Westerkerk gekomen had Blommesteyn, schoon hij zich zoveel mogelijk in eene donkere hoek had neergezet, het ongenoegen dat alle zijne oude kennissen en daaronder ook juffrouw Westendaal met verwondering en zekere afschrik hem aanstaarden. Ja, hij verbeeldde zich dat juffrouw Westendaal achter haar waaier over zijn persoon iets influisterde aan hare dochter Alida, schoon dit alleen bestond in het vragen naar het vers van de psalm die gezongen werd, het welk zij door de toevallige schittering van het licht op het aankondigingsbordje niet duidelijk zien kon. Blommesteyn voelde zich veel zwakker dan hij zich voorgesteld had en wenste dikwerf dat hij beter de raad van zijn dokter gevolgd had en nog eene week zijn huis gehouden, wanneer hij beter tot zijn krachten gekomen zou zijn. Dominee A. hield eene stichtelijke leerrede gaande over de voetwassing door Jezus aan zijn discipelen verricht. Hij ontleende zijn inleiding uit de dwaze zelfverheffing der mensen boven huns gelijken en ging, nadat hij als een tegenbeeld hiervan de heiland had voorgesteld, die zoverre boven alle mensen verheven, herhaalde bewijzen van ootmoed omtrent God en nederigheid omtrent zijn medemensen gegeven had, over tot de duidelijke verklaring van zijn tekst. Met eene roerende eenvoudigheid schetste hij, evenals of de geest van de evangelist Johannes op hem rustte, hoe de heiland van het avondmaal opstond en zijn bovenklederen afgelegd hebbende, een linnen doek nam
en zich daarmede omgorde. Hoe toen hij tot Simon Petrus genaderd was, deze met eene verwondering die verontwaardiging nabij kwam, uitboezemde. Heere, zult gij mij de voeten wassen? Hoe Jezus hem daarop te verstaan gaf, dat ik doe, weet gij niet, maar gij zult na deze verstaan. Hij schilderde zonder enige woordenpraal hoe de driftige Petrus genoopt door grote hoogachting voor Jezus deze toevoerde, als niet kunnende dulden dat Jezus, hun meester, het werk van eene dienstknecht zou verrichten. Gij zult in eeuwigheid mijne voeten niet wassen. Maar hoe toen de heiland hem te kennen had gegeven dat, zo hij dit weigeren bleef, de gemeenschap tussen hen zou worden afgesneden. Hij zichzelf volkomen in drift gelijk blijvende, uitriep. Heere, dan niet alleen mijne voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Nadat hij de voetwassing verder beschreven had, schilderde hij de heiland, als zich weder tussen zijne leerlingen nederzettende aan tafel, en hun de vraag of zij verstonden wat hij hun gedaan had, beantwoordende met de weinige woorden. Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, uw heer en meester, uwe voeten gewassen heb, dan zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijk ik gedaan heb, gij ook zo doet. Voorwaar, ik zeg het u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant van die, welke hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, indien gij dezelfde doet. Treffend bovenal was de overgang van de leraar, nadat hij zijn tekst verklaard had, bestaande dezelfde in eene korte bede, dat hij, een der geringste dienstknechten des Heeren, een zijner minste gezanten zijnde, bewaard mocht blijven voor hoogmoed, die te licht hen overmeestert, welke als onderwijzers van anderen optreden en waarvoor hij zijn zwak hart zo vatbaar gevoelde. Ja, hoe hij duchtte dat de lessen die hij geven zoude tegen de hoogmoed misschien kenmerken zouden dragen van zijn eigen trotsheid. Hij eindigde zijn leerrede met de waarschuwingen, natuurlijk uit die stof voortvloeiende. Blommesteyn, en zeer zeldzaam is dit het geval der toehoorderen, meende dat hij, welke toch wist, verre van nederig te zijn, nu door dominee A. bijzonder bedoeld werd, en nam voor om zich zoveel mogelijk van dit gebrek te genezen. Geenszins was het echter het oogmerk van dominee A., daar hij zich niet tot een bestaand karakter bepaald had. Doch, schoon deze trek van Blommesteyn juist geen grote oordeelkunde verried, gaf, enige tijd daarna, dominee A. hem te kennen hoe de mensen uit de leerredenen meer nut zouden trekken indien zij de waarschuwingen meer op zichzelf dan op hunne buren toepasten. In het nagebed gedacht de leraar met veel warmte aan de herstelling van zijn vriend, maar echter niet zodanig dat iemand de bijzondere betrekking kon bemerken of dat er enige toespeling op de bijzondere omstandigheden van de lijder in gevonden werd. Het trof echter Blommesteyn zodanig dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. En na het eindigen der dankzegging bespeurde hij hoe ook juffrouw Westendaal tranen afvaagde die een te menselijk en gevoelig hart bezat om niet bijzonder aangedaan te zijn over de herstelling van een man tot wie zij eenmaal verwacht en gehoopt had de nauwste betrekking te komen. En door welke verijdeling voor hem, niet voor haar, veel gebeurd was, waardoor in hem beginsels slapende of verdoofd waren geworden die gestrekt zouden hebben om hem tot een man te vormen, aan minder afwijkingen zich schuldig makende dan zij wist dat thans zijn geval was. Blommesteyn liet zich uit de Westerkerk naar het huis zijner moeder brengen en hare dienstboden gaven blijk dat zij, indien hij niet door Jetje en Willem vergezeld geweest waren, getwijfeld zouden hebben wie hij was. Moeder Blommesteyn was zeer aangedaan toen haar herstelde zoon aan haar bed kwam. Doch zo zwak geworden dat zij nauwelijks meer verstaanbaar spreken kon. God dank,
God dank dat ik u nog eens zie voor mijn dood, waren de langzaam uitgebrachte woorden toen zij in hare koude bleeke hand zijne hand klemde. Middelerwijl kwam dokter Bergveld zijn bezoek doen en vond de pols zo ingetrokken, de ogen zo flauw en de krachten zodanig verminderd, dat hij Blommesteyn met zijn broeder op zijde riep en verklaarde dat naar zijn gevoelen de dood van hunne moeder nabij, zeer nabij was, en dat eene nieuwe opkomende benauwdheid de laatste zou kunnen zijn waarom hij hen raadde om bijzonder oplettend op haar te wezen, indien zij er belang in stelden om hunne moeder de laatste snik te zien geven. Zeer ontroerd was Blommesteyn op dit bericht en bijna buiten staat om te spreken, zette hij zich aan het hoofdeinde der bedstede neder. Zonder aandoening hoorde de veel koelere Fredericus Christophorus dit aan en ging, nadat hij zijn jonge broeder en zuster het bericht van de dokter gemeld had, in een afzonderlijk vertrek, bij voorraad een rouwbrief opstellen van zijn nog niet overledene moeder, omdat hij vreesde dat, als de slag daar was, er veel te veel gewoel rondom hem zou wezen om dit met behoorlijke aandacht te doen. Hij achtte het dat er veel aan hing voor zijn persoon dat die brief in de volmaakste orde en, zoals men het noemde, een recht mooie doodbrief was, daar men toch zeer natuurlijk vermoeden zou dat hij, als de enige taal- en letterkundige en godgeleerde in de nafamilie, de steller van de brief zou zijn. Hij begon dus zijn brief reeds met eene schriftuurplaats. Aangezien God de mens gezet heeft, eenmaal te sterven, enzovoorts. En daar hij op meer dan 10 plaatsen in de breedvoerige aankondiging teksten uit de Bijbel, alle niet even kort en sommige vrij ongelukkig bijgebracht, inlaste, kreeg die brief een zo grote uitgebreidheid dat, toen na de dood van zijn moeder dezelfde gedrukt werd, hij 3 volle zijden in folio bedroeg. Maar als men erbij aanmerkt dat dit de eerste hersenvrucht van Fredericus Christophorus Blommesteyn was, waaronder de drukpers zuchtte, kan men hem gemakkelijk die kwalijk geplaatste wijdlopigheid vergeven. Verder schreef hij een brief van waarschuwing aan zijn zuster van Dalen te Vianen wegens de slechte staat waarin zich moeder Blommesteyn bevond, terwijl hij tevens maar bij voorraad de brief van bekendmaking van hare dood het uur in blanco latende in gereedheid bracht. Nadat hij dit alles verricht had, ging hij eerst naar zijn nu dadelijk stervende moeder en vroeg haar of zij ook verkoos dat hij een gebed voor haar zou doen. De overblijvende tekenen van het leven waren zo gering en Blommesteyn werd zo vergramd over dit zo ontijdig aanbod dat hij, niet kunnende dulden dat de laatste ogenblikken zijner moeder, zo zij nog enige gewaarwordingen van deze wereld had, zouden gestoord worden, op een toornige toon zijn broeder toevoerde: laat moeder voor het minst in vrede sterven. Weinige minuten later en na nog een kleine schok viel haar hoofd opzijde en zij was geweest. Op het eigen ogenblik trad dominee A. binnen, die vernomen hebbende dat Blommesteyn uit de kerk naar het huis zijner moeder gereden was, met oogmerk kwam om Blommesteyn daar met zijn herstel geluk te wensen. Hij vond daartoe wel gelegenheid, maar nog meer om Blommesteyn en deszelfs jongste broeder en zuster, want Fredericus Christophorus had zulks niet nodig, een woord van troost toe te spreken, terwijl de kamer weder galmde van de snikken der 2 jongste kinderen en Blommesteyn in eene stille droefheid verzonken zat. Dominee A. begaf zich naar het lijk en op hetzelfde starende zeide hij: aardse kwelling en smarte kent zij niet meer. De geest des levens heeft het sterfelijk overschot verlaten. Zwakheden en gebreken heeft zij met alle stervelingen gemeen gehad, maar zij was, naar het licht dat zij ontvangen had, eene goede vrouw, eene liefhebbende moeder, hare kinderen, en heeft God in hare zwakheid oprecht gediend, die haar nu eene woonplaats geven zal, niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelven. Dominee A. achtte het voort zijn plicht, vooral op verzoek van Blommesteyn,
om bij de familie te blijven. En toen Fredericus hem vroeg: collega, moet gij niet ten 2 uren bij dominee Gerardus Poppius Hondius in de Amstelkerk onder het gehoor zijn? Zeide de beschaafde en ernstige geestelijke: het was mijn voornemen, zoals ik u gisteren toevallig vertelde. Maar dit tussen beide gekomen sterfgeval maakt misschien mijne tegenwoordigheid nuttiger hier dan dat ik als toehoorder in de kerk slechts 1 plaats besla. Nu hielp dominee A. alle voorlopige schikkingen maken, waartoe hij, schoon deelnemende in de rouw der Blommesteinse familie, geenszins in eene hartstochtelijke beweging volkomen in staat was, gevende die raad en doende die herinneringen welke nodig waren om zoveel mogelijk de nauwnemendheid van sommigen die zich bij het overslaan van de geringste etiquettes dodelijk ergerden, zo niet geheel en al voor, tenminste enige mate tegemoet te komen. Toen hem middelerwijl zijn zich noemende collega, de beroepen leeraar te Lollum, met de onderworpen rouwbrief op 4 zijden in folio geschreven aan boord klampte en die als een meesterstuk van zijn welversneden veder aanbood, had hij veel moeite om ernstige plooien in zijn gelaat te behouden en in geen ontijdig gelach uit te barsten. Nadat hij dezelve gelezen had, door Fredericus gevraagd zijnde wat hem van dezelve dacht en of hij er misschien een enkele aanmerking op had, antwoordde hij zeer bescheidelijk dat hij hem lang genoeg voorkwam. En dit was genoeg om Fredericus niet verder te doen vragen, daar hij eigenlijk alleen lof en geen enkele aanmerking bij zijn vraag bedoeld had. Alles werd intussen omtrent de begrafenis geschikt en eene zeer zware eikenkist was de laatste verblijfplaats voor het nietig overschot van de weduwe Blommesteyn. Toen men de keuze van de begraafplaats zou doen, was zuster Leentje, die intussen met haar man uit Vianen was overgekomen, er zeer voor dat hare moeder in hetzelfde graf als haar vader zou begraven worden. Maar Blommesteyn wist, na enige kibbelarijen, door het overwicht dat hij als de man van middelen en de opvolger in het vaderlijk kantoor althans verre boven zijn zuster Leentje had, welke een zeer gering deel der nalatenschap zou te beurt vallen uit hoofde der vorige gebeurtenis, het daarheen te brengen dat het lijk van zijn moeder naar Amsterveen zou gevoerd worden en daar begraven, totdat de grafkelder, welke hij daarvoor de Blommesteynse familie uit de grond nieuw zou laten ophalen, gereed was. Dan zou niet alleen het lijk van mama Blommesteyn daarin worden overgebracht, maar ook de overblijfselen van papa Blommesteyn, waarover hij met de doodgraver reeds in het brede gesproken had. De lijkstatie was zo uitgebreid en plechtig als de afstand van Amsterveen gedoogde en men had een aantal kennissen en verre leden der familie naar de begrafenis ten sterfhuize genodigd. Daaronder ook de oude heer Wynstok, die zijn vrouw 2 jaren geleden verloren had, alsmede de heer Westendaal met zijn vrouw, zoon en dochter Alida, het welk voor Beelaerts die partij niet onaangenaam maakte. Terwijl Blommesteyn met juffrouw Westendaal toevallig in gesprek geraakt was, bespeurde hij dat dezelfde edele en tedere denkwijze ook in het geval der liefde van Willem ten aanzien van Alida bij haar heerste, als zij nu reeds enige jaren geleden in haar eigen geval koesterde. Terwijl zij daarna met een ongemaakte traan die in haar ogen oprees, de achting betuigde die zij altijd voor zijne op heden begravene moeder koesterde, welke zij van nabij gekend had, en hier legde zij haar hand op haar hart, bij welke dat zo wel geplaatst was. Blommesteyn verwijderde zich met tranen in zijn ogen, waarin ja de gedachtenis van zijn moeder deel had, maar ook de nooit door hem te vergeten spijt dat hij, goed deels door eigen schuld, het bezit van eene vrouw als juffrouw Westendaal verbeurd had. Nadat mama Blommesteyn enige weken begraven was, werd de boedel gescheiden en gedeeld. Zijn jongste broeder en zuster werden ter schone gelegd en hij verplaatste het kantoor uit het vaderlijk huis naar het zijne.
terwijl zijne reeds aanzienlijke middelen door dit toevoegsel der ouderlijke erfenis hem tot den trap van een rijk amsterdamsch koopman dier dagen verhief en in eenen overvloed van tijdelijke bezittingen plaatste welke goed bestuur althans van de zijde des verstands zeer wel aan hem was toevertrouwd. Einde van hoofdstuk 17. Einde van deel 2 van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn door Adriaan Loosjes Pieterszoon, voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.